Welkom bij Villa Favoriet. In deze prachtige villa komen vaak mensen logeren en die nemen dan de mooiste kinderboeken mee. In de grote leeskamer, hier vooraan bij de ingang, meteen rechts, lezen ze elkaar frappante fragmenten voor. Dit boek heeft ook iemand ingesproken. Wil je de flaptekst even horen? Stel je voor, je ligt in bed als er midden in de nacht een reus in de straat staat. Hij is wel vier keer zo groot als de grootste mens. Hij maakt stappen die zo lang zijn als een tennisbaan. De reus blaast door een lange trompet dromen de slaapkamers van kinderen in. Dan ziet hij jou. Het volgende moment heeft hij je te pakken en holt hij met een geweldige snelheid door de nacht. Sophie, met wie dit alles gebeurt, denkt dat de reus zo hard rent omdat hij honger heeft en zo gauw mogelijk thuis wil zijn om haar op te peuzelen. Maar dan leert ze de GVR, de grote vriendelijke reus, kennen. Hij spreekt eigenaardig en gebruikt de raarste woorden. Wat hij Sophie vertelt over de andere reuzen is zo vreselijk dat zij vindt dat de koningin het snel moet weten. Sophie en de GVR bedenken een slim plan waardoor alle kinderen van de wereld weer veilig in hun bed kunnen liggen. Dit is het begin van het boek. Sophie kon niet slapen. Een heldere manenstraal viel door een kier in de gordijnen. Hij scheen precies op haar kussen. De andere kinderen in de slaapzaal sliepen al uren. Sophie deed haar ogen dicht en lag doodstil. Ze probeerde uit alle macht in slaap te vallen. Het ging niet. De manenstraal sneed als een zilveren mes door de kamer tot op haar gezicht. Het huis was volkomen stil. Geen stemmen klonken op van beneden, geen voetstappen klonken op de verdieping boven. Het raam achter het gordijn stond wijd open, maar niemand liep op de stoep buiten. Geen auto's reden voorbij op straat, nog niet het kleinste geluid was te horen. Sophie had nog nooit zo'n stilte meegemaakt. Misschien, dacht ze bij zichzelf, was dit nu wat ze het spookuur noemen. Het spookuur, had iemand haar eens toegefluisterd, was een speciaal moment midden in de nacht. wanneer alle kinderen en alle grote mensen in diepe, diepe slaap verzonken waren. en alle duistere dingen uit hun hoeken en gaten tevoorschijn kropen. en de wereld voor zich alleen hadden. De manestraal scheen helderder dan ooit op Sophie's kussen. Ze besloot haar bed uit te gaan en de kier in de gordijnen dicht te doen. Je kreeg straf als ze je, je betrapte wanneer je uit bed was nadat ze het licht uit hadden gedaan. Zelfs al zei je dat je naar de wc moest, dan nog werd dat niet als excuus geaccepteerd en kreeg je toch straf. Maar nu was er niemand in de buurt. Dat wist Sophie zeker. Ze pakte haar bril die op de stoel naast haar bed lag. Hij had stalen randen en heel dikke glazen. Zonder bril kon ze bijna niets zien. Ze zette hem op. Glipte uit bed en sloop op haar tenen naar het raam. Toen ze bij de gordijnen kwam, aarzelde Sophie. Ze had reuze zin eronder door te duiken en uit het raam te hangen om te zien hoe de wereld eruit zag wanneer het spookuur eraan kwam. Ze luisterde weer. Het was overal doodstil. Het verlangen naar buiten te kijken werd zo sterk dat ze het niet meer kon uithouden. Vlug dook ze onder de gordijnen door en boog zich uit het raam. En dan nu het frappante fragment. Onder de deken wachtte Sophie af. Na een minuut of wat, tilde ze een puntje van de deken en tuurde er onderuit. Voor de tweede keer die nacht stolde het bloed in haar aderen tot ijs en wilde ze schreeuwen, maar er kwam geen geluid. Daar, voor het raam, tussen de opzij geschoven gordijnen keek het enorme, lange, bleke, gerimpelde gezicht van de reuzenpersoon naar binnen. De schitterende zwarte ogen waren gericht op Sophie's bed. Even later kwam een reuzenhand met bleke vingers naar binnen glijden. Hij werd gevolgd door een arm, een arm zo dik als een boomstam. En de arm, de hand en de vingers reikten dwars door de zaal naar Sophie's bed. Dit keer schreeuwde Sophie echt, maar niet meer dan een tel. Want meteen klemde de reuzenhand zich om de deken en werd haar schreeuw gesmoord door het beddengoed. Sophie, in elkaar gedoken onder de deken, voelde hoe sterke vingers haar vastpakten en daar werd ze van haar bed gelicht met deken al door het raam naar buiten gedragen. Als jij nog iets engers kunt bedenken dan zoiets meemaken midden in de nacht, dan zou ik dat wel eens willen horen. Het vreselijke was dat Sophie precies wist wat er gebeurde, ook al kon ze niet zien. Ze wist dat een monster, of reus, met een enorm lang, bleek, gerimpeld gezicht en gevaarlijke ogen, haar midden in het spoker van haar bed had geplukt en haar nu in een deken gewikkeld door het raam naar buiten droeg. Wat daarna gebeurde was dit. Toen de reus Sophie naar buiten had gehaald, vouwde hij de deken zo dat hij de vier punten met een van zijn reuzenhanden handen kon vastpakken en Sophie er binnenin gevangen zat. Met zijn andere hand pakte hij de koffer en het lange trompetding en wegrende hij. Sophie friemelde net zo lang rond in de deken tot het bovenste stuk van haar hoofd door een kier vlak onder de reuzenhand naar buiten stak. Ze keek om zich heen. Ze zag de huizen van het dorp aan beide kanten langs zich heen zuizen. De reus holde de dorpsstraat af. Hij holde zo hard dat zijn zwarte mantel achter hem uitwaaide als de vleugels van een vogel. Iedere stap die hij deed was zo lang als een tennisbaan. Hij rende het dorp uit en al gauw reesde ze door de maanbeschenen velden. De heggen tussen de velden waren geen probleem voor de reus. Hij stapte er gewoon overheen. Er verscheen een brede rivier op zijn weg. Met één zweefsprong was hij erover. Sophie hing in de deken en keek naar buiten. Ze bonkte als een zak aardappelen tegen het been van de reus. Over de velden en heggen en rivieren gingen zij, en na een poosje kwam er een angstige gedachte bij Sophie op. De reus rent zeker zo hard, zei ze bij zichzelf, omdat hij honger heeft en zo gauw mogelijk thuis wil zijn, en dan eet hij mij op voor zijn ontbijt. Spreek dit boekje aan, neem het maar mee. En wie weet is het boek nog leuker dan deze fragmenten bij elkaar.